Hola, hola chicas. Eh, vandaag gaan we een babyboom met Bilderbase doen. We gaan beginnen met het verwijderen van de oude kleur van mijn nagel. Eh, dit is een bijwerking. Eh, je moet weten dat als je een babyboom had doen, moet je bijna al de oude gel verwijderen. Dus bijna 100%. Je kan een heel dun laagje product laten liggen op de nagel, maar de meeste gel moet weg. Ik ben hier bezig met de Rainbow Fuchsia Freeze Zoals Als jullie zien, kan je ermee super snel werken. Uh, dit is ideaal om de kleur te verwijderen, om acryl te verwijderen, gel te verwijderen, ook. Dus heel zacht over de nagel zoveel mogelijk weg doen van de oude gel en de rest gaan we doen eh, met de hand. Oké, okay, we gaan nu een klein beetje filen met de medium file, dat is een 180 grit file, en we gaan proberen eh, nog een klein beetje gel te verwijderen. Zo is de nagel mooi dun voor we met de. Eh, babyboom beginnen. Anders wordt je babyboom echt veel te dik. Je hoeft niet alles te verwijderen. Laat maar een dun laagje liggen. Maar de nagel moet dun zijn. Ik ga direct een beetje in vorm veilen, Ik ga een korte nagel doen. En jullie zien nu de dikte, de juiste dikte van de nagel. Okay? Eh, we gaan nu beginnen met de manicure. We duwen de nagelriem naar achter. En daarna eh, met deze eh, frisbeet gaan we de nagelplaatsen voorbereiden. Dus alle velletjes die erop plakken gaan we verwijderen. Allemaal die witte velletjes zodat de producten heel goed hechten. En zodat je een heel mooie afwerking kan hebben. Als de voorbereiding niet goed gedaan is, kan je moeilijk eh, de producten goed aanbrengen. Dus de nagelplaat moet echt 100% proper zijn. En vrij van velletjes. Eh, daarna ga ik eh, de nagelriem een klein beetje knippen. Dit is mijn vellingtang. Ik gebruik deze. Hij heeft een, lange, een lang puntje. En jullie kunnen ook, als jullie willen, een, met een schaartje werken of met een andere vellingtang. Eh, we hebben verschillende soorten op de website. zijn allemaal van Stalex. Ik ben echt heel, heel content met dit merk. Dus als jullie zien, wordt de naaldriem strakker als je allemaal die losse velletjes knipt. Ik knip eigenlijk niet te diep. verwijder niet, eh, niet alles. Dus gewoon een beetje bijknippen. Ik werk ook uh, heel graag met deze Frisbeet. Het is een uh, cilinder van diamant. En je kan echt diep gaan in de zijkanten van de nagel. En zo zijn we klaar om met de producten te beginnen. Het eerste product dat wij altijd gebruiken bij iedere behandeling van Ugli is de Nail Prep. Dit is een ontvetter, ontvochter. Droogt met de lucht op. Daarna leggen we een dun laagje primer voor een betere hechting. Zuurvrije primer, laten opdrogen en daarna gaan we beginnen met de babyboom. De eerste builder base is de milky white. We gaan een streeklaagje aanbrengen tot ongeveer twee derde van de nagel. En daarna een klein beetje meer product op de hoogte van de natuurlijke smile line. Met de detailer 2 gaan we alles beter verdelen. Het meeste product komt op de smile line, zo gaan jullie dat lijntje verbergen. Als je ziet dat je nog de lijn ziet, dan kunnen jullie nog een klein beetje extra product aanbrengen, dat doe ik ook. En opnieuw met je detailer 2 alles beter verdelen. De hand kan je ook omdraaien zodat het meeste product naar het midden van de nagel komt. Controleren en als nodig verbeteren. En het product beter verdelen. Opnieuw omdraaien. Zo krijg je een mooie. Eh, smalle nagel en het meeste product komt op het midden. Zo, so, ik denk dat de smiley line niet meer zichtbaar is. Als dat zo is, gaan we eh, uitharden en daarna gaan we eh, werken met de Builder Base Fufu. Jullie kunnen ook met de Pink werken. En nu ga ik een strijklaagje leggen. Ook ongeveer over twee derde van de nagel. Maar deze keer gaan we tellen van de nagelriem naar beneden. Dus ongeveer tot daar. Daarna gaan we een heel klein bollet maken. Met de Bilderbees Fufu Pink. Dus een klein beetje meer product hierboven. En we gaan beetje per beetje naar beneden. Dit product is echt heel sterk. Uh, je kan um, korte nagels en medium nagels doen, zonder dat de nagels breken. Daarna altijd uh, met uh, mijn detailer ga ik uh, het product naar de vrije bord brengen, maar iedere keer dunner en dunner, zodat je het wit niet bedekt. Dus de twee kleuren, je moet de twee kleuren kunnen zien. Dus je hebt pink, je hebt wit en in het midden heb je een zone. De zon van de, van de vrede. Als je tevreden bent, kan je uitharden en dan een laagje eh, topcoat aanbrengen. Dit is de No White Topcoat van ugly Duckling. Dat is een, oei, ik heb een pluisje hier. Dat gaat nu weg. dat dus ga het wegdoen met mijn pusher. Voilà. Als je eh, foutjes ziet, kan je dit op een klein beetje eh, dikker aanbrengen. En dan kan je eh, de hand even omdraaien. En zo ga je die kleine foutjes kunnen verbeteren. Dus daarna gaan we in de lamp. En ik ga nog een heel klein beetje veilen. Dus een beetje onder de nagel, zodat eh, hij nog... Uh, strakker wordt. Ik heb een klein beetje olie aangebracht. En hier zien jullie mijn nageltje. Heel mooi dun. Dat is een heel mooie babyboom. En heel snel om te doen. Met deze producten. Uh, super, dankjewel meisjes om te kijken. Uh, veel succes met het oefenen. En ik zie jullie volgende keer. Bye bye! bye, bye.